Hij doet nog die. Boom, 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 Big Mac. Boom, 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 Big Mac. Yo guys, Job hier, a.k.a. de Tuber. Ik ben hier samen met de one and only Mitchell Voeten. En je laat je handen zien terwijl je zegt Mitchell Voeten. Mitchell. Oh, ik val bijna. Mitchell Voeten. Hey. Vandaag, jongens en meisjes, gaan wij een video maken die all about de cringe is. We hebben een aantal compilaties klaarstaan van een guy die voedsel eet en het is zo cringe. En de bedoeling is eigenlijk dat jij gaat proberen jezelf niet gecringed te voelen. Het is eigenlijk een soort van probeer niet te cringen, try not to cringe. Gaat het jou lukken, denk je, om deze te halen? Nee, man. Ik hoop dat het mij wel gaat lukken. Like de video als je niet wilt dat er vanavond een killer clown naar je bed komt. En let's do this, man. Wat de hel doet Jeyhoon op ons scherm, man, bro? Ik weet niet, man. Hij heeft een nieuwe pet. Hij heeft een nieuwe pet. We gaan even kijken. Dit is het allereerste filmpje, jongens. En we moeten proberen niet te cringen. Daar gaan we. Hey everyone, it's Joe for Joey's Super Cool Food Reviews. I'm back. Today I'm doing McChicken Parmesan. Oh. The McChicken Parm. Hij moet het nog even voor de duidelijkheid de tweede keer zeggen. Zelf voor jij doet je intro zo. Dus hij gaat een food review doen van de chicken parmesan. Oké, ik ben heel benieuwd. Okay. Food mashup. De McChicken Parm. Maar ik zeg eerlijk, hij doet wel zijn ding. Ik bedoel, je ziet dat hij er plezier in heeft om deze video te maken. Maar het is nog niet heel cringe. Maar ik denk dat wanneer hij gaat eten, dat het wel erger gaat worden. 3. Oh. Wat doet hij? Oh, hij maakt zijn eigen stekken tot het dak. What? Oh, wat is dat? Marinara sauce is mother. Oh, hij kan van die... Oh, shit, man. Shit, man. Meer. Oh, dit is fire. Hij likt nog even zo zijn kleine worstenvingertje zo. Oh, bro. I'm using the hij heeft kipburgers en dan heeft hij van die parmezaans en kaassticks erop gedaan. Met ketchup of zo, broer. Chicken. Dat is al gewoon cringe op zich, dat je die voedselcombinatie. Hoe ga je dit netjes eten? Bro, als ik naar zijn dubbele kin kijk, denk ik dat hij dat niet eens gaat proberen. Gewoon zo druk al. Mozzarella sticks. Cringe. Mickey D's. Oh, dit kan niet nice zijn. Here we go, oké? Oké, ga je het doen, bro? Ja, dit is next level, man. Hij doet nog die. Ik haat het als mensen zo eten. Oh, nee, bro, nee. Hij doet nog die appel. Bro, als je dit beeld weglaat, hè, dan kan het heel anders zijn. Bro, als je dit beeld weglaat, dan hoor je... dit is echt heel erg. Appel is stom. Dit is te cringy voor mij, bro. Kijk zijn ogen. Wat doet hij? Wat doet hij, bro? Oh, het is ook zo raar, want je blijft kijken, broer, maar je weet niet eens waarom. Wat ik niet snap, hè, hij kan dit kapot netjes eten. Weet je nog, vorige week toen wij samen een burger zaten te eten? Oh, bro. Heel onze vingers zaten onder, die man krijgt niks. Die man krijgt gewoon, nee. Oké, luister, ik ben er klaar mee. Elke keer wanneer jullie dat geluid maken, word ik gewoon iets gekrinster. Jongens, we gaan door naar de volgende. Hello everypony. Hello. Today I'm gonna go to McDonald's to buy the new My Little Pony Happy Meal toy. Deze guy die gaat dus naar de McDonald's om een review te doen van de nieuwe My Little Pony Happy Meal toy. Oké. Hij is in de Mac, jongens. Do you guys have how many of the ponies do you guys? Weet je hoe awkward het is? Deze volwassen man gaat letterlijk naar een medewerker van de McDonald's en die zegt ja, wil je misschien de My Little Pony Happy Meals? Ah, bro, man, dat is zo. What kind of ponies do you guys have? Like? Ah, hij vraagt nog welke. Hij vraagt nog welke kleuren of zo. Oh, hij vraagt nog welke kleuren, bro. Oké, maar gaat hij het ook echt? Oh nee, hij gaat het niet vragen. Boom, 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 Big Mac. Boom, 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 Big Mac. I need a double cheeseburger, hold the lettuce. Bro, kijk zijn tanden alleen al. Bro, kijk, ik wou het niet zeggen, maar... Maar, we hebben wel iets moois. We kunnen zo meteen naar de kamer naast om Jeyhoon te zeggen dat er eindelijk een meisje voor hem beschikbaar is gesteld. Order for 2. I need number 9 like mashu. We need some chicken up in here. And this is a for Ik hoor alleen zeg maar die namen van burgers en zo. Gewoon Mac Chicken. On the frizzle, talk about my brother, another for your mother, double double super size, and don't forget the fries crispy. Er moet zeg maar wel een soort van toezicht gehouden worden op dit soort kinderen, want ik neem aan dat dit gewoon voor hun toekomst niet heel erg mooi is. Nee, dat denk ik ook niet. Oké, let's go. Oh, deze gaan beef krijgen. Deze gaan beef krijgen. Oh nee. Ze wordt in één keer boos. Waarom? Op een burger? Wat? Oh, waarom zou je dat likken? Wie likt er nou weer een McFlurry op? Die shit, daar heb je een lepel voor. You eat that shit, man. Oh, dit zijn allemaal van die cosplay meisjes die dan een review doen van ijs. Oh, ze likt er. Stop it, you. Doe het gewoon in je mond, gewoon happen. Ja, hap die shit, alsjeblieft. Nee. Ah, oké. Okay. Jongens en meisjes, thank for watching. Vonden jullie dit nou een zijn wij gecringed? Ja, ik wel, man. Yes, we are. Bedankt voor het kijken. Abonneer even op het YouTube kanaal van Mitchell. Abonneer even op mijn YouTube kanaal. Laat in de comments bij wat vond jij het meest cringe? Ja, ik vond het laatste. Die laatste, man. Echt. Dit was terrible. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Adios.